Nou, daar ben ik weer. Het is Floris Schouten. Schouten die de snelste tijd inzet. 47-7-17. Maar ik moet eerlijkheidshalve zeggen, die Ten Bak die had wel een mega mooie start. Hij sloot ook meteen de deur dicht. Hij deed ook meteen de deur dicht. En hij was het ook die de leiding ook meteen nam, maar werd al snel overgenomen door Floris Schouten met start nummer 163. Mannen hadden gisteren, ja, kwam gisteren even bij Guido Ten Bak even in de tent. En hij zegt, ja, ik heb hem nog niet helemaal rond de afstelling met de Kali. Kali natuurlijk ook een afgeleide van de CRG. En we vinden dan Roel Faber op een tweede en derde plaats. Dan vinden we daarachter Richard van der Nies. Marco Ten Bak op 5. Dan Ginning Nijzink, Peter Schoffleer en Hans Hulsen op een tiende plaats. Het groepje is niet zo heel groot meer. Was wel groter in het begin. Zeker in het begin van het seizoen zijn er toch een aantal heren die afgevallen zijn. Vind ik wel heel erg jammer. Ook onze Duitse Nathalie is ook... Is er ook niet meer bij. Het was ook wel fabelachtig leuk om naar te kijken. Deze dame uit Duitsland. Maar goed. Ook hier is het zeker niet eenvoudig. Om in een kleine groep. Om dan ook een eerste plaats te bezetten. Zo zie je maar. Floris Schouten aan de leiding. Floris Schouten aan de leiding. Dan Guido Ten Bak. Guido Ten Bak. En het is natuurlijk ook zijn broer. Alles weer aangelegen. Marco Ten Bak om aan van de... Om hem op een vierde plaats. Met start op 118. Roel Faber op 3. Met Guido Ten Bak op 2. En Schouten meedogenloos is hij vandaag weer. Met 46-0-23. Marco Nijsink. Nijsink ook geen onbekende. Met start 130 op de Praga. Met een start nummer 130 op een zevende plek. Guido Ten Bak met de snelste tijd op dit moment. 45-7-9-9. De man uit het Doetinchemse. Gesponsord ook door Van Zilvoud. Door Dinan Van Zilvoud. De eigenaar van mega mooie groothandels op het gebied van automobielen.
alles wat met groothandel en automobiel te maken hebben, dat kan die leveren. En ik zie ook de oudste fan ook weer langs de baan zitten. Rokend hem wel, ja. Oude, de man op leeftijd heet dan de heer Tabak. Komt ook weer kijken. Hij heeft er nu natuurlijk 3 om naar te kijken. 2 zonen en een kleinzoon. En daarnet, ja, helaas maakte Daniel nou niet echt een hele prettige uitstap. Maar daardoor is hij ook ver naar achteren toe geëindigd. Helaas, want hij lag op een mooie 4e plaats. Maar zijn vader nu op een 2e plaats te vinden. Met startnummer 103. En dan Roel Faber met Marco ten Bak, Anton Giddink. Dan de man uit Elst. En dan Marco Nijsink. Hans Hulsen. Nijsink overigens, vertelde mij, heb ik begrepen, heeft een van Nederlands grootste verwerkingsbedrijven op kipgebied. Nee, Marco Nijsink komt uit Rijssen, Rijssen richting Deventer is dat ook, vlak bij Enschede in de buurt. Maar op 1 is het Schouten. Schouten met 2 seconden voorsprong op Gieder ten Bak, Roel Faber. Op een derde plaats met startnummer 119. En we zijn inmiddels 8 minuten verder. Ook het is niet zo. Ja, het is de KZ2. Die was te vinden in Genk vorige week. De wereldkampioenschappen ook op in die geleding. En helaas, Joey Hansen viel bij de wereldkampioenschappen al vroegtijdig uit. En was ook zo tegen de verwachting in. Ook hij had er zeer hoge verwachtingen van. Maar ja, helaas hebben we Joey niet meer in de voorste geledingen van bij de wereldkampioenschappen bij de KZ gevonden. Ooit was het natuurlijk wel dat Joey Hansen daar furoren maakte en ook bij de KZ furoren maakte met een kart van Alex Bonel uit Nijmegen, van AB karting op een Lenzo. Daar werd hij wereldkampioen mee, Joey Hansen. En ja, dit keer zou hij dan toch altijd willen worden in de KZ. Maar ja, ook de mannen Pecs konden het geweld op dat moment niet aan. Vandaag Stan Pecs ook hier aanwezig met Senna van Walstein te ondersteunen. En Floris Schouten inmiddels alweer een snellere tijd neergezet. 45-51. Nee, Van Vught. Nee. ...45-0-43... Floris Schouten. Eerste plaats, start om 163. Met Gieder ten Bak, Roel Faber, Richard van Denis, de Nes. Dan Marco ten Bak met Giddink. Dan Nijsink, Hans Hulsen met Martin Peters en Schoffleer. Inmiddels met start 185. Hij is uitgevallen. En zal dan ook, kan het niet direct zien waar hij langs de baan staat. Overigens was een prachtig mooi georganiseerd evenement. En ook de Chrono zal straks nog naar Genk gaan ter afsluiting. En vandaag zal toch ook min of meer bekend worden bij de Rotax-serie die er naar Brazilië zal vertrekken.
Het is niet naast de deur en ook vooral zeker voor de leveranciers, de handelaren van de karts. Er moeten natuurlijk toch een paar honderd karts die kant op van Brazilië. Maar ook, desalniettemin, is het natuurlijk wel een hele mooie opsteker voor het land dat er een wereldkampioenschap die kant op komt. Elf en een halve minuut. Met 163, daar is die Schouten. Daar is ook Ten Bak weer. En Faber, waar is zijn broer? Ah, die zit in het setje van drie. En dan vinden we daar Marco Ten Bak op een vijfde plaats. Martin Peters is dan de laatste in de rij. Op een negende plaats staat er 124. Oh, ja. Is dat daar achter? Wie is dat? Dat is. Is dat Giddink die daar even iets verder naar buiten ging? Het staat er 129. Nee, Hans Hulsen. Hulsen die daar heel even op het vuil gedwongen werd. Ja, dan ben je hem zeker vandaag de dag op het circuit van Landstraat. Ben je hem kwijt? Dan niet zozeer kwijt. Ofwel dat je toch niet meer die grip hebt die je graag te willen. We zitten in 13,5 minuut. 13,5 minuut. En de leiding is nog steeds in handen van Floris Schouten. Het is de KZ2 voor de duidelijkheid. Voor de thuisblijvers hebben we de KZ2 Plus. Zijn het hier. Er zijn alle rijders zijn ouder dan 30 jaar. Ze moeten ook wegen. Nou, ze moeten aan een minimaal gewicht komen van 190 kilo. En de plaatjes zijn dan geel met zwart. Vandaag ook Ecofilter. Degene die de tuinbouw het meest schone water kunnen bieden door middel van het gebruik van hun filters. Die is vandaag ook de klassensponsor. We hebben 14,5 minuut. 14,5 minuut tikken naar de 15 minuten. En de 15 minuten. Bij 15 minuten en nog twee ronden te gaan. Is het wat we te gaan hebben of gehad hebben. En 44-847. Bij de volgende doorkomst zien we dan ook met Floris Schouten dat hij het bordje van de laatste ronde krijgt. En ook hij met de snelste tijd 44-847.
Voor de Schouten 1, Guido ten Bak 2 en Roel Faber een derde plaats.